Dat is... Oh ja, ik ben Mirjam Koolhoos van Leven Hilversum. Ik heb even een vraagje aan meneer De Wit van de ChristenUnie. Ja. U zegt, we willen niet al te veel aan cultuur spenderen. Want wat er nu is, dat vinden wij voldoende om ook dat voor het volgend jaar in te zetten. We kunnen desnoods iets bij het Museum Hilversum weghalen. Maar dit jaar heeft de Raad toegezegd 6 ton per jaar voor 3 op 1 volgende jaren. Hoe had u gedacht dat weg te kunnen halen dan bij het museum? Het museum dat krijgt subsidie van de gemeente elk jaar. En dat gaan we afbouwen, zodat we daar geld voor overhouden. En mijn partij die heeft ook bij de afgelopen begrotingsbehandelingen telkens gezegd dat we dat budget ook niet in Museum Hilversum willen steken. En dat standpunt dat huldigen we nog steeds. Dus wij willen dat liever niet gebruiken voor het museum, maar voor cultuur-educatie. Wij denken dat dat nuttiger is voor de Hilversummers. Maar het is reeds toegezegd. Dat is mijn punt. Kun je dat dan in die komende 3 jaar zeggen van... Nou, vergissing, we halen het laatste jaar die 6 ton toch maar even terug. Volgens mij is de Raad de baas over het geld. En wij kunnen dat zeker melden dat wij dat gaan afbouwen. Daar zijn we politieke partijen voor. Okay. Dus je kunt het terughalen? Dat is niet prettig voor het museum dan. Ja. Ik hoor dat het niet prettig is. Ik begrijp heel goed dat dat voor het museum niet prettig is. Ja. Maar besturen is keuzes maken. En dat zijn soms pijnlijke keuzes. Ja. Okay.